Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 september 2015. Het is bulletin van maandag. Eigenlijk weer een normale uitzending. Vanwege de griep en onder andere de ballonvossenjacht lopen we wat achter met het melden van nieuws bij de Daily Minutes. Over het algemeen heb ik vanaf het begin het standpunt gehuldigd, dat is twee andere media het melden, amateurmedia, dat we een bericht dan, tenzij het van redelijk groot gewicht is, niet zullen melden. Omdat de uitzendingen maar 5 minuten zijn, denk ik dat ik er ook nu zo mee om moet gaan. De Daily Minutes gaat geen achterstanden inlopen en begint vandaag dus gewoon met het actuele nieuws. Vandaag kreeg ik het bericht dat Arie Dochteron, PA0EZ, vorige week is overleden. Arie was al enige tijd ziek. PA0EZ was onder andere vermaard om zijn zelfbouwactiviteiten, zijn verbindingen op microgolfbanden en zijn publicaties daarover. Hij heeft veel eerste verbindingen op zijn naam staan. Vanwege, zoals dat heet, reglementaire problemen zijn de System Fusion repeaters van Hilversum en Amsterdam momenteel voorlopig uit de lucht. Dit meldt de site hamnieuws.nl. Ik had het gisteren al in het Afrikaans, is de zendhobby een hobby en niets meer. Daarover discussieert men momenteel in Zuid-Afrika. Veel amateurs denken zelf dat de hobby vooral bestaat uit de X-QSO's maken en QSL-kaarten verzamelen. In veel landen is, net als in Nederland, de amateurdienst ook een alternatief voor communicatie voor als het misgaat, bijvoorbeeld bij rampen. De ITU, de Internationale Organisatie van Telecom, spreekt niet voor niets van een amateurdienst en niet van een amateurhobby. Behalve de rol bij noodsituaties spelen amateurs met hun diverse en verschillende interesses onderling ook vaak een rol bij de ontwikkeling van nieuwe concepten en technieken, die daarnaast ook in de echte wereld hun plek vinden. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat wij de beschikking hebben over die enorme rijkdom aan amateurbanden en bandjes door het hele spectrum waarvan we gebruik mogen maken. 11 oktober vindt er in Amersfoort bij het bekende startpunt bij Landgoed Den Treek weer een Fox O-ring vossenjacht plaats. Aanmelden gaat zoals gebruikelijk vanaf 12:30 en de jacht begint een half uur later om 1 uur. Belangrijk is te melden dat voor deze jachten altijd fantastisch weer is besteld en dus regenjas en kaplaarzen kun je in de auto achterlaten. Een dag eerder, op zaterdag 10 oktober, vindt de 32e Radio Onderdelenmarkt Assen plaats in de plaats Eelde. Toegangsprijs is slechts €3,50 en daarmee krijg je ook toegang tot de grootste vloeienmarkt van het noorden, zodat je eventuele familieleden ter bestrijding van de verveling daar naartoe kunt sturen. Adres is burgemeester J.C. Legroweg 80 in Eelde. Zaal is open vanaf 9:30 tot maximaal 1500 uur, dan zijn de koopjes natuurlijk allemaal al weg. Wel nu, luisteraars. Hoewel het woord vrije energie nog niet is gevallen, wemelt deze verandering natuurlijk wel van die gedachte. Daarom tenslotte nog wat meer over dat begrip. Sinds Sir Isaac Newton de mechanica in wetenschappelijke formules wist samen te vatten, is er al gezocht naar een mechanisme dat energie oplevert, of minstens een in de gang gezette beweging zonder energietoevoeging in stand kan houden. Jawel, het perpetuum mobile. Achteraf gezien is het makkelijk te constateren dat dit niet kan, want dat weet iedereen tegenwoordig. Binnen de Newtoniaanse mechanica is vrije energie niet mogelijk. Volgt nu een boodschap van een van onze sponsoren. Bent u ook zo ongerust over de straling die bijvoorbeeld mobiele telefoons ons geven? Laat uw kinderen liever niet slapen zolang uw wifi-router aanstaat. Probeer dan onze nieuwe hoogfrequentstofzuiger S390 Super EE van Wokka Wokka. De hoogfrequentstofzuiger zorgt ervoor dat er geen spoortje meer te vinden is van alle ziekmakende straling die bijvoorbeeld mobieltjes, routers, televisieapparaten, ventilatoren en gipsmuren afgeven. Nu kunt u weer gerust, net als vroeger, zonder schadelijke gevolgen van uw gsm gebruik maken. U en uw kinderen worden er niet meer ziek van. Het werkt zelfs om uw huisdieren te beschermen. De S390 Super is verkrijgbaar in onze filialen voor de prijs van slechts €350. En dat is inclusief geluidsdemper. Het apparaat wordt niet geleverd aan zendamateurs. When somebody says they're having a field day, it usually means they're having a really good time. Amateur radio operators across North America will take part in their annual Field Day event June 28th and 29th. Ham radio is more popular than ever. With its combination of electronics and communication skills, it's no wonder that ham radio remains a national resource and a whole lot of fun. Place that's gonna blow your mind. This is the sound of radio, North Sea. This is the sound of radio, North Sea.